tot die tijd moeten we ons maar zien te vermaken in de Pirates. Maar gelukkig lukt ons dat altijd hartstikke goed. Ja, we gaan gewoon kijken of de piraten er nu weer uitkomen. Hoe het, wij er weer uitkomen. Of wij er, oh ja, toen ja. Wij er weer uitkomen. Maar uiteindelijk hoe het avontuur nu weer loopt. En het is zaak als je al heel vaak in de Pirates bent geweest, maar dat geldt voor best wel veel Disney attracties. Nou, dat je ook een beetje vanuit een ander oogpunt kijkt. Nou, dan blijft de attractie heel lang leuk. Dus voor ons is het nu weer tijd om het avontuur aan te gaan met de gevaarlijke piraten in Pirates of the Caribbean. Daar zijn we weer, we hebben het gehaald. We zijn er nog steeds. Heb je hem nog steeds? Die is wel mooi gemaakt, hè, deze? Ja. Ik mis dat schip wat je in elkaar kunt zetten. Ja, dat ijzeren schip? Ja. Vond ik zelf niet zo heel erg. Nee? Nee. Ik wil dat boek wel wat achter. Ik vind deze wel mooi. Ja, die is ook wel mooi.
Echt een collectors item. Heel veel hamster niet van, hè? Nee. Net uit de Pirates, die we zelfs twee keer achter elkaar hebben gedaan. Ja. Ik wou hem heel graag filmen, één keer aan de rechterkant en één keer aan de linkerkant. Dus dat is helemaal weer gelukt. En nu gaan we hier naar de Big Thunder Mountain, waar we binnen zijn gekomen om 14:53. En daar houden we even in de gaten, dat vinden we altijd wel even leuk om te doen. Want er staat 40 minuten wachttijd voor. Nou ja, dat... Daar komen we straks wel achter of dat er een beetje overheen komt. Ja. Nou, het kon wel eens zo zijn, want ik zie wel, hier is al, de wachtrij eigenlijk midden voor de ingang al staan. Maar goed, we kunnen in ieder geval de attracties mooi zo een beetje achter elkaar doen. Ja. Maar we willen graag om 4:10 willen we voor het kasteel staan, want dan begint Dream and Shine Brighter. Dat is dus de show van het 30 jaar bestaan. En als we die dan gehad hebben, moeten we even kijken of we daar tussendoor nog even wat doen. Want het begint om 5:30. Het begint de parade. Ja. En als de parade dan geweest is, nou, dan moeten we even kijken of we misschien iets met eten doen. Tussendoor dacht ik zo. Ik weet niet of jij dat ook in gedachten had. Ja. Dat is prima. Ja, maar dan kun je vanuit daar, kun je daarna nog weer naar Illuminations, want die is er vandaag, geen Dreams. Illuminations als eindshow. En die light zal er denk ik ook alweer zijn. Ja. Ja, stond die er ook op? Ja? Maar zoals gezegd, eerst hier eindelijk weer, dat is al een tijdje geleden, in de Big Thunder Mountain. Altijd een van de klassieke en favoriete attracties. Favorieten. Zeker. Nou, er zijn wel wat dingetjes in onderhoud, hè? Van ja, best wel. Maar ja, daar zal dit ook wel de perfecte maat voor zijn om dat te gaan doen.
staat een beetje recht omhoog. Recht oprecht. Ja, dat is bijna van, hè? Een klein beetje. Maar hij was wel leuk. Zeker. Picton en Mountain, de Wilder Ride in de wilderness. En zo zitten wij hier weer voor het kasteel, het Le Château de la Belle au Bois Dormant. Het is een hele mond vol. Maar dat betekent eigenlijk gewoon het kasteel van Doornroosje. En over 10 minuten begint hier alweer de Dream and Shine Brighter Show. We dus weer iets geheel kunnen gaan zien. Met kerst was die in een hele korte variant. En wat ik gelezen heb, zijn er ook allerlei nieuwe dansers en performers zijn er weer aangesteld. Dus dat is ook wel weer leuk. Dus die vindt hier straks plaats achter ons met een minuutje of 10. En daar hebben we natuurlijk heel veel zin in. Gaan we weer swingen hier voor het kasteel. Hartstikke leuk. Terwijl dus natuurlijk traditiegetrouw weer even een boek aan het lezen is. Denk je, ben je in Disneyland Parijs en ga je een boek lezen? Hoe lang dat duurt? Ja, goed. Zo heb iedereen zijn dingen. Als jou dat eventjes een rustmomentje oplevert, dan moet je dat lekker eventjes blijven doen. Ik geniet hier gewoon een beetje van het uitzicht van in handen. Wachten we dus even totdat de show begint.